Pardon mensen, welkom bij een nieuwe Mekkenboer. Ja, we gaan het spel doen, we moeten de dag redden. Mijn naam is Vincent van natuurlijk de Vincent Games, jullie kennen me wel denk ik. En we gaan maar op naar het intro, excuus. Oké, people, let's go to work. Ja, we zijn weer terug bij Mac Vincent. En Mac Vincent moet de dag redden. En wat doen wij? We gaan het eerste chapter spelen van scène 2 of zo. Of chapter 2, round 1. Sorry, ik zei het verkeerd. Boom shakalaka, boom shakalaka. Mac Vincent save the day. Wij redden de dag voor vandaag en we zien weer die stomme UFO buiten. Die echt altijd die UFO. Een voetballond. Ik ga naar de voetbal, want die moeten namelijk in het goal schoppen. Of je kan hem uit het voetbalstadion gooien. Bonusronde. Nu al een bonusronde. Oh shit, ik ben al helemaal verstijfd. Wat moeten we doen? Pushes. Wat gaan we doen met die pushes? Gaan we weer pushes oppakken? Ik weet niet wat ik moet doen met een pushje. Wat moet ik doen met een pushje? Wat moet ik doen? Ik weet niet of dit de goede is. Ik weet het niet. Wat moet ik doen met een pushje? Ik weet toch niet wat ik moet doen met een pushje. Ze allemaal gelijk zijn ze. Maar we gaan naar de supermarkt. En wat hebben we op de toonbank? We hebben een drankje en een stukje kip. Ik denk dat... Het was geen kip, het was chocolademelk. Ik kon dat niet ruiken. Excuus. We zitten op een strandje, een iglo. Oh, het is een zwembad. En hier is de dynamiet. Ik zie dat deze kraan gefixt moet worden, dus ik loop eigenlijk als eerst naar die... Het leek net glow in the dark. Wat de hel. Maar we hebben het niet gered. Een kerkhof. Heel leuk. Wat een gezellige plek bij Mac Vincent. Ik zie een zombie. En ik zie ook een heel dood wormpje liggen. En dat wormpje dat mag hier in de graftombe. Ik heb hem eten gegeven waardoor hij... Hij kotste iets uit. Oké, maar we hebben het niet gered. De Titanic. Titanic 4.0. En wat doet deze Titanic? We hebben een anker, we hebben een bom. Wat nou als we het anker binden aan de bom? Wat? Het anker moet je niet weggooien. Hoe kan je een anker schoppen als het zoveel weegt? Dat kan niet, een alien. Ik geef natuurlijk dit flesje alcohol aan deze alien. Dat is het eerste wat je doet. Dat zouden jullie ook doen. Maar je drinkt het zelf op en je pist tegen de alien aan, natuurlijk. Wat doet hij? Een middelvinger en fuck you, het ontploft. En we zijn allebei dood. Ik snap echt niet waarom die ons niet heeft gered, maar die UFO heeft wat met die aliens te maken, ik weet het zeker. Wat hebben we hier? Dit groene spul, dat moeten we geven aan die vrouw. Alsjeblieft, drink het op en die vrouw verandert in een... Was dit het? Oké, voortaan mijn eerste intuïtie, gewoon mijn eigen gevoel volgen. Deze kraan. Ik demp hem af en er gebeurt niks. We moeten dus iets met die man en of die bom gaan doen. Heel slim, Vincent. Het kerkhof. Wat nou als ik dat vieze larfje geef aan die zombie? Want die zombie heeft honger. Eet maar. Eet maar. Wacht. Ik sla het dood en... Het zal wel goed zijn. Er komt iets uit de hemel vallen. Een waterplons en het was allemaal goed. Deze tulband. Die tulband geeft... Ik heb wel mezelf gered. Je moet toch jezelf redden? Nou, blijkbaar niet. Het gaat niet om jezelf. Het gaat om de wereld dus. Ik zie een groen stipje. Dat groene stipje is sowieso al niet goed. Dus het heeft te maken met deze computer. Ready, load space invaders. Holy crap. Ja, nou, space invaders spelen op een bom die na 20 seconden ontploft is niet slim. Inderdaad, Vincent. Dat, super goed gedaan. Die man, we moeten wat met die man doen. Oh, dat gevoel lijkt me niet fijn. Dat gevoel lijkt me zeker niet fijn. We moeten nog twee. We zijn op zich wel lekker bezig. Mac Vincent. Maar ik denk dat deze bom aan het anker moet. Wat? Wat er net gebeurt, kan ik niet omschrijven. Ik weet ook niet wat er precies gebeurt.
Maar als we deze halen, hebben we wel een bonusronde. Dus ik zou dit eigenlijk in één keer goed moeten doen. Ik geef het fles alcohol over het toetsenbord, waardoor het hopelijk... Die bom wordt gestuurd door dat computertje, toch? Blijkbaar niet. Die bom zit ergens anders, in die alien. Dus die alien gaan we gewoon keihard een schop geven. Huppakee. Niet? Ga je het niet doen? Oké, nou jij je best. Misschien moeten we dit luik even open doen. Of pakken we het drinken en gooien we dit luik open. Gaat ook niet. Misschien moet ik het aan de alien toch maar geven. En dan pis ik over hem heen en dan gaat dit kapot. Deze is echt vrij pittig. Ik moet weer echt heel goed kijken of er een luik open is of zo. Dat je toch iets kan doen. Dat je denkt van, hé, daar kunnen we wat mee. Ik moet goed in de omgeving kijken, maar ik heb maar 20 seconden. Ik zie hier een computer. Die computer wordt bediend door dit scherm. Engine meltdown. Ik kan hier wat doen. Space invaders laden. Hij zegt, fuck jou. En het is zoiets van... Het gaat niet door. Nog een keer. We gaan nog iets proberen. Ik denk namelijk dat we het kapot... Ik denk toch dat we hier iets moeten doen. Oké, het ligt niet aan de computer. Het ligt niet aan de computer. De alien pissen lukken ook niet. Dus wat kunnen wij nog doen in deze omgeving? Ik zie weer een luik. Is het weer... Is dit weer de oplossing? Nee, dat is niet de oplossing. Wacht. Ik pak... Weer dat luik, hè. Er zit toch een luik. Ik moet voor te kijken als ik niet verder kom naar een luik. Maar ik zie het heel slecht op deze computer. Ik pis over dat vuur. En ik heb het voor mij opgelost. Dit moet wel. Yes. Zal ik een dans doen? Nee, ik ga geen dans doen. Maar ik ben gewoon heel blij. Oh, mensen, lief mensen. Rustig aan. Ik heb het gehaald. Ik heb de wereld gered voor vandaag. De volgende keer zijn we weer terug. En dan gaan we weer de wereld redden. Want ja, ik moet toch wel een held spelen af en toe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Allee, 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 allee.